Paria Suriname heeft vandaag de 7e editie van de verklaring van Paramaribo laten ondertekenen door een 11-tal bedrijven. Intussen hebben meer dan 80 bedrijven in de afgelopen jaren deze verklaring ondertekend. Winston Liefeld, voorzitter Paria Suriname, zegt tegenover onze nieuwsdienst dat de verklaring niet bindend is, maar wel heel erg belangrijk voor de LGBTQ+ gemeenschap in Suriname. De verklaring is een verstandhouding tussen de bedrijven, Paria Suriname en werknemers dat zij overal gelijke rechten hebben. Liefeld legt uit wat het belang is van de ondersteuning van het bedrijfsleven met deze verklaring. Het is enorm belangrijk omdat wij geen wetgeving hebben die ons beschermt in Suriname. We hebben natuurlijk wel een artikel in de grondwet waarbij je niet mag discrimineren of wat voor reden dan ook. Alleen helaas wordt de uitvoering de wetten, geven dat niet aan. Bijvoorbeeld de wet op ouderdompensioen, overdragen daarvan met partners van gelijke geslacht. Dat is een voorbeeld. Er zijn tal van andere voorbeelden waarbij uitvoerende wetten niet de lading dekt om te discrimineren. Dus we hebben dus bedacht van hey, wij zijn een vereniging van LGBT professionals. Hebben wij gedacht, hey, wat is onze doelgroep? Waar staan wij voor als organisatie? En laten wij in ieder geval op de werkvloer een inclusieve werkvloer hanteren. En op die manier kunnen de werknemers in ieder geval wat meer werkgeluk hebben. En op die manier hun werk beter uitvoeren. Liefeld blijft erbij dat bedrijven zich niet gedwongen moeten voelen deze verklaring te tekenen, omdat de organisatie van de ruim 80 bedrijven bijna tot geen klachten krijgt dat medewerkers onheus worden behandeld. In de afgelopen 5 jaar hebben wij geen storrenloop gehad van medewerkers, van werknemers bij werkgevers die zich aanmelden voor deze voorwaarden, arbeidsvoorwaarden. Het is 1 of 2. Per bedrijf die zich aanmelden, hey, ik wil gebruik maken van die arbeidsvoorwaarden. Daarnaast komt erbij kijken is dat wij weinig tot geen klachten krijgen van discriminatie op de werkvloer, gerapporteerd en geregistreerd. Maar je moet ook bedenken, op het moment dat er geen kader is waar mensen in zich kunnen bewegen, durven ze vaak niet zichzelf aan te geven. Dus wij proberen een kader te creëren waar er veiligheid is, waar mensen zich veilig voelen om aan hun werkgever te zeggen, hey, ik heb een partner van hetzelfde geslacht, ik wil mijn partner mee verzekeren, mijn zorgverzekering of mijn pensioen wil ik graag overdragen, mits de organisatie natuurlijk daar voorstander is van. Op die manier proberen we het gesprek aan te voeren bij de mensen. Na de ondertekening van vandaag, onder andere door Asuria NV, zullen resterende bedrijven morgen de verklaring bezegelen, besloot voorzitter Liefeld.